Ik heb een schoegelwander daar, maar die staat in de vuilnisbak, anders kan die kapot. De volksraadplegingen in Heusden-Zolder leerden ons dat de inwoners houden van een nette buurt. En dus verzamelen ze in de wijk Lindeman zwerfvuil. Elk jaar in mei organiseren wij groenactiedagen in de wijken Lindeman, Halhei en Cité. In kader van de wijkplannen. En we proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om mee na te denken over afval. We hebben bijna 3 zakken vol. Ik woon in een mooie wijk. Ik wil mijn buren ook herkennen. Door zoiets te doen. En ik wil een goede voorbeeld zijn voor mijn kinderen. We komen van alles tegen. Hè. We komen van zo'n blikjes voor. Ik heb 2 schoenen gevonden. Dat is van de bouw. Dat is isolatie. De wijk moet schoon zijn. Als dat niet schoon is, dan wordt dat een vieze wijk. Wij gaan bij iedereen aanbellen. En dan gaan we aan de mensen een envelop afgeven. Ook Halheide gaat voor een propere buurt. Ik wil vragen, mogen wij een sticker opplakken op de brievenbus? We zijn hier vandaag in de wijk Halhei aan het rondgaan met de kinderen van de taalstimulering om de mensen bewust te maken van de slingervuilproblematiek in de gemeente. Daarom gaan wij hier aan de bewoners een wijkrandje geven. In dat wijkrandje staan alle tips rond afval, hoe dat ze het kunnen voorkomen, waar dat ze met hun afval naartoe kunnen gaan. Ze krijgen ook een sticker. En op die sticker vragen wij, met die sticker vragen wij eigenlijk aan de mensen om die op een zichtbare plaats te plakken om zo de actie te storen. Want dan help je voor de aarde en dan heb je minder vuil en dan is de aarde proper.